En leuk dat je luistert of meekijkt naar Flevoland in Business. Het talkradio programma waar je de ondernemers wordt bijgepraat over de do's en don'ts... wat betreft eigentijds- en succesvol ondernemen in de regio en daarbuiten. Van zzp'ers, mkb'ers tot managers en directieleden van de grotere bedrijven en instellingen. Wat zijn volgens hen de succesfactoren van een groeibedrijf? Welke fouten hebben ze gemaakt? En vooral, wat hebben ze ervan geleerd? Maar ook gaan we het hebben over actuele zaken... zoals personeelskrapte, duurzaamheid, regeldruk tot tech en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en tot eind april heb ik elke werkdag twee gasten in de studio. Vandaag de gast in het WTC Media Center Almere, Johan van Peperzeel, Managing Director bij Van Peperzeel en Quincy Spier, directeur van Born Secure. Heren, welkom in de studio. Dank je. Fijn dat jullie er zijn. Ja, uh, nou, beveiliging, uh, Quintie. Ja. Dat uh, is een druk segment, zou ik maar even zo zeggen. Daar gaan we het straks natuurlijk even over hebben. En uh, Johan, ja, uh, alles en nog wat zal ik maar even kort samenvatten op het gebied van accu's en batterijen. Van ontmantelen tot vervoeren. Nou goed, dat is een hele business. Ja, dat is. Uh... Drukte alom, kan ik je wel vertellen. Ja. En dat wordt alleen maar meer. Ja, want al die elektrische auto's. Maar goed, daar komen we ook even zo dadelijk op. Hey, we trappen het programma altijd even af, uh, Johan, met de vraag: wat is de lastigste zakelijke beslissing die je hebt moeten nemen in de afgelopen periode? Waar uh, denk je dan aan? In de afgelopen periode dan, dan denk je toch aan een iets, iets langere tijd terug. Een jaar of twee geleden heb ik mijn bedrijf verkocht. En het proces wat daarom vooraf gaat van, van hoe ga je dat doen en, en hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat doe je voor je mensen en, en wat doe je voor jezelf? Dat was toch wel lastig. Dat is lastiger dan het gevecht met Omgevingsdiensten en externe veiligheidsdeskundigen en dergelijke bij een nieuwe vergunning. Oké, okay, want ik zag in de media dat je daar ook mee gestoeid hebt, maar daarover zo even meer. Maar wat is dan de reden geweest dat je het ging verkopen eigenlijk? Nou ja, in 2020 hebben wij voor de tweede keer helaas toch een behoorlijke brand gehad bij ons in het bedrijf. En we hebben alles netjes weer in orde gemaakt. De veiligheid en de werkplekken weer opnieuw op een hoger level gebracht. Ook de verpakkingen, het vervoer, nou, daar gaan we het zo nog over hebben, denk ik. maar... Ik kreeg geen rust meer en, um, in mezelf. En toen heb ik van nagedacht, wil ik dit nog? En uh, ik, ik was toen 60, ik ben nu bijna 62. ik dacht van oké, okay, dan gaan we kijken wat, uh, wat gaan we doen. Er werken toch 20 mensen. En um, ja, iedereen moet zich plezierig en, 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 en fijn voelen. want dat geldt natuurlijk ook voor, voor de directeur-eigenaar. Want even voor de mensen die van Pepe denken: oké, okay, wat doen ze dan allemaal ook alweer? Want jullie zijn actief op het gebied van ja, het verzamelen, het ontmantelen, het vervoeren van accu's, batterijen. En dat gaat dan van, nou Quincy, kleine batterijtjes die je ook thuis hebt liggen. tot aan zelfs in de auto's en in de onderzeer, zag ik op jullie site. Dat is echt wel even een range. Ja. Nou, we zijn daar zo langzamerhand vanaf de begin jaren negentig ingerold uh, in de inzameling van, van batterijen. We, we kregen toen allemaal wetgeving uh, waarbij ook consument gevraagd werd uh, en de bedrijven ook om batterijen apart te houden, in te zamelen en ja die batterijtjes die moeten dan uh, gesorteerd worden en die moeten gerecycled worden en wij waren al actief op het gebied van metaalrecycling en inzameling uh, in Nederland en daarbuiten en we zijn uh, ja, we hebben die kans gezien en gepakt en, en zijn daarin in, in groot geworden in Nederland en daarbuiten ja maar goed de, wat je zegt hè, als lastigste beslissing je bedrijf uh, uh, verkopen was het een familiebedrijf ja Oké, okay, maar je hebt waarschijnlijk ook uh, nog wel familie die wellicht uh, ondernemende ambities heeft. Uh, heb je het verkocht aan, aan een Nederlandse of buitenlandse partij? Ik heb verkocht aan een uh, Nederlands familiebedrijf, uh, die al wat langer bestaan en die in de elektronica recycling zitten. Wij deden daar al zaken mee op het gebied van batterijen, want in de elektronica zitten ook batterijtjes. En uh, één en één is twee, en uh, in dit geval drie. En uh, de synergie tussen de beide bedrijven is positief. En ook de managementstijl, zeg maar, van, het, van de nieuwe eigenaren is vergelijkbaar met zoals wij dat doen. En mijn eigen kinderen, die in het bedrijf werken, die het dus niet voortzetten, maar wel in het bedrijf werken, die, die worden daar goed in meegenomen. En, en, en ja, iedereen heeft zo een mooie plek. Maar hadden ze niet de ambitie, je, je kinderen, om het over te nemen? Nee, niet volledig. Oké. Okay, ja. En ik wilde er volledig, of mijn vrouw en ik wilden er volledig vanaf. En ja, dan, dan, dan maak je een keuze. Ja, oké. Okay. En, hey. en die is lastig. Dat was echt lastig. Ja, want wat is dan het. Uh, want je had het al even over vergunningen en zo. Dat komen dan inderdaad straks. Maar wat is. Want je had duidelijk een reden waarom je er weer mee wilde stoppen. Hey, het, het hield je wakker, zal ik maar zeggen. Maar wat is dan het lastigste? Uh, want, want je hebt een familiebedrijf gevonden. Nou, dat is familiebedrijf na familiebedrijf. Dat voelt nog enigszins logisch. Wat vond je het allerlastigste erin? Uh, ja, de, de vraag op zich is al lastig. Ja. Want Dan moet je er goed over nadenken, weer over nadenken. Maar het lastigste is. Om uiteindelijk, als je de beslissing zelf genomen hebt, om die beslissing te gaan vertellen. Van jongens, uh, je vader en moeder uh, hebben dit besloten. En tegen het personeel: van, uh, Ik heb besloten om het bedrijf te verkopen. En ik hoop dat jullie met dezelfde enthousiasme uh, blijven werken bij Van Peperceel. En uh, zo hard als jullie voor mij geknokt hebben en, en voor het bedrijf geknokt hebben, dat jullie ook onder, onder de nieuwe paraplu blijven doen. Ja. En dat is toch wel een dingetje. En dan moet ik zeggen: dan is het van familiebedrijf naar familiebedrijf honderd keer beter dan van een familiebedrijf in een concern. Want dan ga je natuurlijk gewoon een mooi nummer. Ja. En dan moet je managementrapporten gaan schrijven en zo. Nou, ik, daar ben ik er helemaal niet van. Ik weet niet of Quincy van rapporten schrijven is, maar ik niet. Dan nou, gaan we zo even vragen. Maar, maar ik, ik kan me voorstellen dat gezien de goede business waar we dan ook straks nog wel even over komen, maar wat je zegt, dat, dat er natuurlijk ook partijen zijn die uh, niet zo heel erg familie gedreven zijn, die dachten, nou, dit is een mooie opportunity om uh, eens even over te nemen. Jazeker. Maar je neemt, je maakt keuzes. En, uh, en in dit geval uh, heb ik daar uh, samen met mijn adviseur naar gekeken. En uh, we hebben dus uh, ja. Om met bedrijf uh, Huiskus uit, uit Twaalwijk om daarmee verder te gaan. Okay. En, ja, en dat voelt gewoon. Uh, zijn we zijn nu bijna ander, of ruim anderhalf jaar verder. En uh, het voelt nog steeds hartstikke goed. Ik werk ook nog mee. Eind van dit jaar uh, is mijn afscheid. En dan, 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 ja, dan, daarna is het op vrijwillige basis. Dus als ze dan nog advies willen, dan kan dat. En als ze dat niet willen, is het ook prima. Ja, nou, Quincy, uh, juist in de beveiligingsbusiness. Dus misschien een klus einde jaar om de boel te beveiligen. Ja, ja want dan okay. moeten we moeten nu weer een brand hebben bij de afscheidsceremonie. Uh, maar um, wat is voor jou. Uh? De meest lastige beslissing eigenlijk geweest. Want je hebt een, een beveiligingsbedrijf wat... Uh, nou ja, jij bent begonnen, Johan, in 1990 ergens volgens mij. Jij ja, 2018, dat is een ja. stukje verder. Dus ja. uh, we zijn uh, vijf, zes jaar onderweg. Ja. Wat is dan uh, hetgeen wat jij. Uh... Waar ik heel veel uh, moeite mee had, is het uitgeven. Uh, uh, uit handen geven van werkzaamheden. Ik ben een enorme controlfriek. En ik weet ook wat mijn klanten willen. En dat was wel een van de moeilijkste dingen um, om het handen te geven, zeg maar. Want jullie beveiligen, want er zijn natuurlijk veel beveiligingsbedrijven. Jullie ja. doen panden, objecten. Doe je ook personen? Nee, geen persoonsbeveiliging. Oké, okay, maar dan als je het hebt over panden en objecten, waar, waar hebben we het dan over? Nou, we hebben we het onder andere over advocatenkantoren. WTC in Amsterdam, daar leveren wij voor via een partner. Uh, wij doen ook heel veel voor vastgoedbeheerders. Vastgoed. Maar wat doe je dan? Kom je dan langs rijden met een autootje? Of nee, kijk wij doen helemaal allemaal mee. de surveillance staat echt om uh, fysieke beveiliging. Dus receptie, onder andere, controle rondes lopen binnen het pand. Uh, bezoekers te woord staan, passenregistratie, et cetera. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Oké. Okay. En weet al meer? Is dat nog niet in je klantenlijst? Uh, nog niet. Oké. Okay. Nou, dan kan je nog flink uh, rondlopen. Ja. Toch? <laughs> maar um, uit handen geven, hoeveel mensen bij je vandaag de dag? Dan? Uh, vier man op kantoor en 26 man uh, op de werkvloer. Dat zijn allemaal freelancers, neem ik aan. Die laatste nee, katten. nee, echt in dienst. En ongeveer 40 freelancers die we hebben lopen. Op flexibele basis. Wauw, ja. dat is een uh, hoop volk ja heel heel hoop. Hey, en hoe, hoe doe je dat dan want want dingen uit handen geven Ik bedoel dan denk ik ja goed uh, dat hoort erbij he, als je groeit dat heeft uh, uh, Johan ook gehad en uiteindelijk geeft het helemaal uit handen zullen we zeggen wat is daar dan het het lastigste aan wat je zou zeggen ja natuurlijk bij controlevrije maar dat he, iedere ondernemer denkt dat hij het beter kan uh, dan de ander ja. he, anders ga je niet ondernemen misschien maar wat wat voor je het lastigste dan nou stel je voor dat er een een, 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 een offerte binnenkomt die die wordt ondertekend um, en dan geef ik akkoord maar dan gaat het net niet snel genoeg. En dan gaan mijn handen jeuken. En wat een klant moet worden geholpen. En dat is een dingetje uh, waar ik echt aan heb uh, moeten werken. Ik heb ook medewerkers verloren daardoor. Doordat ik een, een, een echte controlefriek was. Maar ben wel. jij ook te streng? Dat proef ik ook een beetje. Dat je zegt: Ja, ja ik ben ook nou te streng geweest. Ik heb het losgelaten. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Uh, ik ben streng geweest. Ja. Ja, ik ja. denk dat Johan denkt, oh ja, dat herken ik wel misschien, toch? Ja, <laughs> ja ik moet zeggen, ik, het is, uh, dit is wel heel erg uh, herkenbaar hoor. Gewoon, je wil gewoon, zeker als je de schroeiend bent en je, en je hebt alles zelf gedaan. En dan op een gegeven moment dan moet je dus aan, mens, aan mensen gaan overdragen dat ze dat zelf gaan doen. En dan, dan zijn ze halverwege en denk je, waarom is het nog niet klaar? Ja. Ik had het rapport op mijn bureau, bureau verwacht. Dat dus. Ja, en dan denk ik, ja shit, uh, waarom duurt het zo lang? En dan loop je er naartoe. En, dan, uh, en dat maakt het dan niet uit. Hè? Of het dan je dochter is of je zoon. Maar ook gewoon mensen die bij je werken. En dan, dan, dan lopen je maar weer terug. En denk je, nee, ik had beter zelf kunnen doen. Maar dat, dan moet je echt, Quincy, daar moet je echt mee oppassen. Want uh, dan, op een gegeven moment werk je 24 uur per dag. Ja, nee? nou, maar dat dus. Um, wat ik zeg, ik heb ook medewerkers dat verloren. Hè? Dus... Ja. Maar even bij Johan. Wat is, hoe heb jij dat losgelaten? Nou, op een gegeven moment... Um, uh, moet... Zat er niemand meer op kantoor? Ja, ja. <laughs> nee, kan nee. Nog. nee. Nee, maar je moet, je moet op een gegeven moment... Uh, um, kijk we hebben natuurlijk uh, met die hele, hele batterijen er is een hele registratie bij administratie. Dat, dat kun je gewoon niet meer alleen. Dus dat moet dat, of je wil of niet, je moet het loslaten. En dan zie je dus uh, in dat mensen dus ook prima uh, zelfstandig kunnen functioneren. En um, ja, ik heb gewoon goede mensen om me heen. En de frequentie ook, dat gaat best goed komen. Um, je moet vertrouwen krijgen in, in, in je mensen en, en ze ook het vertrouwen geven. En ja... Ik bedoel, ook wij, bij ons zijn wel mensen weggegaan in het verleden, daar we toch een klein schuldvraagje bij mezelf had kunnen stellen. Van had ik dat niet beter moeten doen. Nou, als ze luisteren dus, bij deze, dan weet ze je even weer te bellen. Maar dat is het dus: het is gewoon loslaten en dan, dan gaat het groeien eigenlijk. Loslaten, maar wel eh, in het begin in de gaten houden, natuurlijk. Of de verantwoordelijkheid die je geeft, of de mensen ook die verantwoordelijk aan kunnen. Want als ze altijd eh, gewend zijn geweest om, om, een, om een doos van links naar rechts te zetten. En, en, en daar geen uh, geen andere activiteiten bijgedaan te hebben en ze moeten ineens die hele pellet gaan oppakken. Uh, met, met 36 dozen erop, ja, dan kan het in één keer te veel zijn. Dus je moet dat traject wel begeleiden om ja. te komen. Even plastisch uit te leggen. En maar Quincy, je had het net over hoeveel freelancers had je ook alweer? Ja, vier, ongeveer. Ja, maar dat, een... zijn, dat zijn er wel heel veel. Ik bedoel, ah, die ja, zitten het is gewoon een flexpool. Hè? Nee, nee, maar dat snap ik. Maar kijk, zoals bij jou, je hebt ongeveer, wat is het? Twintig mensen of zo? Twintig hè? mensen. Ja. ja. Maar kijk, die zitten dan in een nabije omgeving. Hè? Op het moment dat mensen verder weg zitten, dan moet je ze nog maar eens eventjes bij je houden, zal ik maar zeggen. Um, hoe doe je dat dan? Want, want die freelancers, ja, die gaan misschien ook wel freelance voor een ander beveiligingsbedrijf. En dan zeg je, joh, kan je dit of dat? Ik bedoel, hoe hou je ze een beetje in het gedeelte? Want. Jij wil je wel onderscheiden van de rest? Ja, um, hoe wij dat doen, we hebben een, een flexportaal en daarin kunnen wij diensten uitzetten. En um, als wij een open dienst hebben, dan krijgt de ztp een notificatie en die kan hem daar oppakken of niet. Oké, okay, zo makkelijk is het. Ja. Maar goed, jij hebt dus ook nog een, een hoop mensen gewoon daar zelf, uh, zal ik maar zeggen, direct uh, in je nabijheid. Ga je, ga je makkelijk uh, op die freelancers over of zeg je van nou, dat is echt in uiterste nood? Of is dat eigenlijk een soort van half vaste pool wat je hebt? Ja, een half vaste pool. Als wij het uh, uh, niet kunnen indekken met eigen personeel, dan gaan we over naar de freelancers. Uh -huh. um, dus dat is makkelijk te doen. Maar wat is nou het grote verschil? Kijk, zoals bij Johan weet je gewoon, nou goed, ze zitten in een bepaalde business, dat start je niet zomaar op. En er zijn regels en er zijn ervaringen. De, in de beveiligingsbusiness heb ik altijd het idee, ja goed, iedereen die kan een beveiligingsbedrijf starten, doet misschien een certificaat of weet ik veel wat. Hoe onderscheid je je, überhaupt dan? Voornamelijk door de gastvrijheid, uh, klantgericht en de korte lijntjes. En wij zien dat dat uh, wel uh, gewaardeerd wordt bij onze klanten. Dat is een van de dingen waarop wij, uh, waardoor wij ons onderscheiden. Is het niet. Uh, en want dan denk ik, ja, goed. Als Johan en ik een beveiligingsbedrijf beginnen. wij kunnen ook heel aardig zijn. Weet je wel, dan ben je er ook. Maar is het echt dat intermenselijke contact wat je hebt met ja, je klant? Ja, voornamelijk het persoonlijke. En daar, daar wordt, wel, wordt wel gewaardeerd. Oké, okay, dus dat is ook een beetje waarom je wellicht ook een beetje bovenop een aantal ja. offertes zit. Of, eh, omdat je echt mens mens hebt. Ja, ja. Oké, okay, is dat bij jou ook eigenlijk een beetje zo in, in jullie business? Want het is natuurlijk. Uh, het, het is een groeiende business, maar het is niet. Nou ja, er zijn geen honderden bedrijven die dat doen, dus jullie kennen elkaar volgens mij allemaal. Nou ja, in, in de batterijwereld zijn we natuurlijk, uh, in, in Nederland zijn we een van de weinigen, uh, qua sorteercentrum zijn we de, de enige in Nederland uh, die, die dit soort activiteiten uitvoeren. Maar uh, in de inzameling zijn we... Uh, onze klanten zijn bijvoorbeeld de afvalinzamelaars. Ik ga geen namen noemen, maar iedereen kent ze wel. Die rondrijden met de vuilnisauto's door heel Nederland. Dat zijn ook mensen die gevaarlijk afval inzamelen. Die bij gemeentewerven komen. En al die batterijtjes, die komen dus bij ons. Dus daarin hebben we een scala van, van, van leveranciers. En dan is het ook bij ons echt wel van ons kent ons. En we weten ook wel, van die moeten we meer in de gaten houden dan die. Want die heeft rotsen er tussen zitten. En die heeft prachtig materiaal. Maar onze klanten... Zijn vooral uh, grote klanten. Dus wij werken voor bijvoorbeeld tegenwoordig, heet dat uh, Stichting Open, waar Wiescycle onder valt hè, van uh, elektrisch apparaat inzameling. Daar valt uh, Stichting Batterijen tegenwoordig ook onder. En dus waar, waar we alle, al sinds 1996 voor werken. Uh, dus ja en die gaat over bijna alle batterijen in Nederland uh, op, op consumentenniveau, tot en met de fietsaccu. Ja, en Maar goed, het is een en beetje... Daarbo ja, sorry, ja. En daarboven hebben we te maken met een andere producentenorganisatie en dat is Autorecycling Nederland. En die is verantwoordelijk voor een heel veel importeurs en producenten in Nederland voor de hybride accu's en de volledige elektrische accu's. Dus wij, wij, wij hebben wel heel veel leveranciers. We moeten een hele, een hele grote uh, database van klanten, omdat het allemaal geregistreerd moet worden. Maar uiteindelijk zijn, zijn onze opdrachtgevers, is, is net, dat is net bij Quincy. Je hebt geen 500 opdrachtgevers. Neem ik aan dat hij dat heeft. Maar wij hebben ook geen 500 opdrachtgevers. We hebben wel heel veel klanten. Maar uiteindelijk hebben we ook gewoon een 20-80 regel. Ja, ja, die komt dan weer terug. Maar Quincy, als je dan even kijkt in de beveiligingsbusiness. Er heeft, nou, best wel veel concurrentie, lijkt mij. Ja. Ben je tevreden met hoe het gaat? Ben ik tevreden? Dat kan altijd beter. Uh, ik heb ook een business coach in handen genomen. Uh, ik heb ook blinde vlekken. Dus daar kan ik dan uh, lekker mee sparren. Uh, ben ik tevreden? Ik ben dankbaar. Uh, maar het kan beter. Maar wa wa waardoor kan je het beter maken dan? Um, Want uiteindelijk als je niet oppast wordt het een prijs ding. Hè? Ja, Dat je zegt ja. van uh, wij doen het uh, iets goedkoper. Nou, um, door je te richten op één niche. Dus uh, door je echt te onderscheiden. En daar zijn we nu mee bezig, uh, met het nieuw concept. En waar zou je willen focussen dan? Uh, echt vastgoedeigenaren. Dus nu hebben we twee takken, dat is ook evenementen. En daar gaan we langzaam afscheid van nemen. Dus echt de focus te leggen op één niche. En dan de klant volledig te ontzorgen. Dus denk aan de beveiliging, receptie, maar ook huismeesters, facilitaire managers, et cetera. Oké, okay. ja, want die eventenbusiness, uh, dat is, uh, daar is al jaren volgens mij uh, een aantal hele grote spelers in. Hè? Vooral ja. die grote festivals natuurlijk die er zijn. Maar... Um, Ondernemersles. Even daarna gekeken. Want jij zegt dat ik heb een business coach. Heb jij ooit een business coach in armen genomen, Johan? Ja, ik heb al jaren een, een, een adviseur, zeg maar, die mij begeleidt bij uh, trajecten waarvan ik denk van oeps, uh, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dat doen? En ook bij de verkoop uh, en dergelijke. En ja, je bent als ondernemer, zeker als je dus alleen bent, uh, altijd heel erg eenzaam. Um, en het is zo, zo lekker als je kan sparren met iemand die begrijpt waar je mee bezig bent. En, en je hoeft helemaal. Je hoeft helemaal niet bij jou in bedrijf te zitten, maar het is wel gewoon heerlijk om ze nu en dan eens tegen iemand aan te kletsen. En uh, onder een biertje of wat dan ook. En um, wat je waar je mee bezig bent, uh, wat je weer houdt en dergelijke. En, maar dat kan je toch ook aan de keukentafel doen met je vrouw? Of met je kinderen. Ja, natuurlijk, natuurlijk, doe je dat, natuurlijk doe je dat ook. Maar uh, qua zakelijke beslissingen en dergelijke. Uh, en en het, het overzien van. gaan we dat wel of niet doen? Want, het, uh, want ja, we moeten dan terug naar de bank en, en dergelijke. Dan is, het, dan is het fijn als je dat met iemand. Uh, iemand kunt iemand kun bespreken. Want kijk, nu is het dus zo. nu hebben we dus een nieuw eigenaar. en bespreken we het daarmee. Maar in het verleden met investeringen. Dan, dan is het toch. ja, je moet terug naar de bank. Hoe ga je dat doen? En, en dan is het heerlijk als je zegt: van oké, okay, ik heb één keer in de zoveel tijd. een afspraak staan. Dat je dat met iemand kunt bespreken. Ja. Hebben we die even over ondernemerslessen, Quincy? Uh, want die business coach, daar hadden we net even over. Ja. Is, is, dat eentje, is dat dan een les dat je zegt, ik moet een business coach hebben? Of zeg ik van nou, er waren wel andere dingen die ik die, ja, die graag had willen weten aan de voorkant, uh, die ik toch nou ja, door vallen en opstaan heb moeten leren? Um... Groeien is loslaten, heb ik het ja. idee bij jou. Ja. Vooral. Kan ik 1, 2, 3 niet opkomen? Uh -huh. Maar de business coach. Waarom heb je die business coach gedaan? Er zei iemand tegen jou dat moet je doen. Iemand nee. als Johan die zegt van joh. Nou wat? ja, kijk, ik ben natuurlijk een jonge gozer. En, en wat ik zeg, ik heb ook blinde vlekken. En, en ik had het sturing nodig. Maar wat merk je? Merk je dat, dat, dat je klandizie. Nou, nou waar, waar gaan we naartoe? Een, een heldere strategie. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we op focussen? En ik heb gewoon iemand nodig met ervaring. die me eigenlijk wegwijs kan maken. met wie ik lekker kan sparren. En uh, dat heeft me wel geholpen. Dus daar zijn we lekker mee bezig. Oké, okay. nou het is wel heel goed dat je je daarvoor openstelt natuurlijk. Hè? Uiteraard, Want, uh, menig uiteraard. ondernemer is heel, uh, heel uh, koppig daarin. Nou, Johan, ga je knikken nu ook weer of niet? Nou, koppigheid zit bij ondernemers ook, maar ik snap heel goed uh, wat, wat Quincy zegt en dat geeft je, een, als, je dus een, als je een coach hebt of een, of een adviseur of wat dan ook hoe je het ook noemt, dat geeft je ook de ruimte en de vrijheid daarna om, om na te denken over je toekomst en dan krijg je ook weer ver, nieuwe ideeën van, nieuwe energie en dan kun je ook weer op pad, kun je nieuwe klanten gaan zoeken en uh, want je weet dat je organisatie er klaar voor is dat er weer een nieuw... Dat er nieuw, nieuw bloed binnenkomt. Ja. Hey, even bij jou dan, uh, Johan. Uh, jullie zijn sinds 1990 bezig. Uh, dus dat is echt al een behoorlijke tijd ondernemerschap. Wat is een ondernemersles waarvan jij... nou, nu terugkijkend zou zeggen... had ik uh, graag geweten? Sommige dingen moet je natuurlijk lekker tegenaan lopen. Daar leer je het meest van, maar... Nou, dat is wel een hele, uh, hele lastige vraag, hoor. Want... Oh ja, ik denk, jij kan gewoon een boek schrijven over... Uh, want je begon aan het begin al over, over een brand en vergunningen. En dan denk ik, nou... Nou ja, dat kun je van tevoren dus niet inschatten. Dus, maar um... ah, die vergunningen, dat lijkt mij wel uh, een, een delicaat gebeuren. Ik bedoel, ik denk dat uh, in 1990 de eisen iets makkelijker waren dan vandaag de dag. Al ja. was het maar omdat er <coughs> veel gebouwd wordt. Ons bedrijf was in eerste instantie op het oude land in, in Ermelo. En we zijn dus in 2008 uh, naar, Le naar Lelystad gekomen. En de overgang van Ermelo naar Lelystad, dat was uh, redelijk, redelijk uh, ja. Vloeiend verliep had. En um, ja, goed, op een gegeven moment wilden we dus ook een vergunning voor batterijrecycling gaan doen. Dus echt ook uh, de, de auto-accu's, zeg maar, of de fietsaccu's gaan uh, uit elkaar gaan peuteren. En daar ook uh, een halve voor gekocht en gebouwd. En uh, uiteindelijk vergunning daarvoor aangevraagd. Ja, dat kwam we wel in een ander trek terecht. Ja, dan. Uh, toen, uh, toen ineens bleek dus van, uh, ja, wat doet hij van Pepercel hier en, en uh, in Lelystad? En uh, willen we dat wel daar? En uh, wie heeft dat überhaupt goedgekeurd? En uh, ja, dan ga je dan. dan dan voel je toch wel het zand om je voet een beetje wegzakken. En dan denk je, god, ik een half jaar geleden waren het mooiste bedrijf van Poel, de Polder de commissaris van de Koning op visite. En, 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 en bij wijze van spreken, een half jaar later dan er staat uh, mijn buren op de stoep om me te filmen van wat ben je allemaal aan het doen en, en dergelijke. Want jij gaf net aan het begin ook even aan van het verkopen van je bedrijf, dat was heel lastig. Maar vergunningen en zo. Want ik zag ook een aantal dingen in de media, zonder daar heel diep op in te gaan. Maar toen dacht ik, wauw, dat kan je toch heel lastige bedrijven bouwen. Als op de ene of op de andere dag en in één keer wordt, ja, dit vinden we toch minder. Je krijgt geen vergunning of er zijn twijfels over. Ja, nou, dat, dat, is natuurlijk ook heel, dat is natuurlijk ook heel lastig. En toen dat ook naar buiten kwam en, en ook uh, jouw collega's uit Lelystad... Uh, uh, een, een mooie reportage hadden gemaakt uh, op de televisie... ja, dan, dan krijg je dus wel uh, ineens uh, van oeps, en nu? Maar ik heb dat als uitdaging gezien. En, uh, want ja, ik weet gewoon van onszelf, wat dingen die we doen, doen we goed. We, zijn, uh, we hebben een zeer maatschappelijke functie. Alle batterijen in Nederland, uh, die kwamen en komen... En blijven komen in Lelystad voor, voor sortering en, en verwerking. En dat kan niet zomaar ergens anders. Er zijn speciale vergunningen voor. Dus we hadden mooie vergunningen. En ja, met behulp van, van bevoegd, zag toch weer met dezelfde omgevingsdienst um, en, en dergelijke zijn we er toch gewoon weer uitgekomen. Maar vanuit, vanuit, de, vanuit de gedachte. Dat je samen verder moet. En, en niet van uh, ik heb gelijk of, of zij hebben gelijk of, uh, of de publiciteit heeft gelijk. Maar op het moment dat de publiciteit uh, begint in te grijpen en, en, en de actualiteit de overhand gaat krijgen en, en, en dan een negatieve zin, dan, uh, dan doet dat wel wat met je. Ja. En, want ja, we werkten, zoals ik al zei, we werkten voor compliance Kings producentenorganisaties. Ja, en die gaan dan zich, die zien dat ook allemaal. Denk, hey, zit die van Peperzeel daar wel goed? Zitten we wel goed bij die van Peperzeel? En moeten we niet rond gaan kijken dat we bij een andere locatie uh, te, uh, moeten gaan samenwerken? En dat, dat waren ook grote uitdagingen natuurlijk. En, en daar, en daar lig je ook wakker van. Maar uh, ik heb daar wel de confrontatie in de positieve zin gezocht. Ook, ook met BMW in Lelystad. En, en ja, uiteindelijk heeft dat geleid dus tot... Uh, tot officiële excuses van de wethouder eh, toen de tijd. En, en het feit dat wij gewoon door kunnen. Wat jammer is, dat we kunnen onze, onze machine die wij hadden willen installeren voor recycling. niet in Lelystad doen. Dat kan überhaupt helemaal niet in de Polder, ook niet hier. Uh, of, of, uh, Mag jij dat dan wel doen? Nou ja, we zijn nu aan het kijken of we dat eventueel. Huiskers heeft een, een mooie vergunning, of we dat in, in Waalwijk zouden kunnen doen. En anders. Uh, ja, Nederland is eigenlijk één grote stad. Hè? En um, in de stad wil je niet verwerken. Dat doe je buiten de stad. Dus als je dan Nederland als een stad ziet, dan kom je buiten de landsgrenzen. En dan zit je dus in de haven van Antwerpen of, of dat dan ook. Hoe is het in Duitsland eigenlijk met dit soort dingen? Kan dat ook? Dat wordt ook strenger. Daar kan veel meer. Vooral als je dus meer richting Polen rijdt. Dus het voormalige Oost-Duitsland, zit Zitten hele grote nieuwe hubs waar mooie nieuwe technologie is in die hoek. Maar het wordt allemaal steeds strenger in Europa. Oké. Okay. Uh, nou Quincy, uh, ja. je hebt niks met. Je, je hebt geen vergunningen. Je hebt, uh, want in principe is jullie bedrijf gewoon gecertificeerd uh, je, je beveiliger. Je moet denk ik een trajectje doen. Nou ja, je hebt wel een nd vergunning nodig, zeg maar. Uh, dus die heb je geheid nodig. Maar want, krijg je die makkelijk eigenlijk dan? Um... Je hebt geen de, zware metalen of uh, gekke. Nee, geven. nou ja, makkelijk uh, niet. Nou, ze krijgen, ze krijgen wel als je strafblad, et cetera. Um, daarnaast moet je voldoen aan een aantal vereisten. Laptop, een kluis. Hoe uh, sla je documenten op? Uh, privacygevoelige documenten zoals paspoort, et cetera. Okay. Um, maar in principe is dat vrij makkelijk te verkrijgen. Ja, Ze kijken ook naar het uh, aantal jaar ervaring die je hebt. Um, dus ja, op die manier. Is het uh, voor jou binnen de beveiligingstak, waar heel veel bedrijven natuurlijk actief zijn, is het ook niet een kwestie van gewoon heel veel marketing doen? Ja. Je kunt niet iedereen af, hè? Ik bedoel, je kan niet over een koffie gaan drinken. Tenminste, als je iedereen stuurt, dan schiet het misschien wel op, maar dan beveilig je niet meer. Maar is het heel veel marketing? Ja, heel veel marketing, ja. Maar goed, daar moet je ook weer uh, budget uh, voor hebben. Uh, probeer maar tegen de grote jongens op te boksen. Dus uh, wat ik eigenlijk uh, doe is een en ander netwerken. Ja, oké. Okay. Maar qua marketing, want we hadden het net even over hoe gaat het dan. Dan kan ik me ook voorstellen dat je gewoon. Je zet gewoon Google AdWords in. Of hey, doe je dat soort dingen ook? Of? Nee, nog niet. Nog niet. Uh, daar zijn we wel mee bezig om dat te doen. Ik, heb nu, uh, ik ben nu met de partner in gesprek om te kijken uh, naar een heldere strategie. Ja. En uh, kijken wat we uh, wel en niet uh, gaan inzetten. Hey, want jij uh, je zit natuurlijk hier officieel in uh, Almere. Ja. Hier om de hoek uh, bij WTC. Dan zou je zeggen: van, Nou, uh, uh, het groeit hier als kool. Hey, de panden schieten ook uit de grond, zo kunnen we zien hier naar buiten toe. Dus uh, nou, klandizie, uh, je hoeft met twee keer te lopen en je bent er. Ja, uh, was maar zo makkelijk. Maar wat is dan de moeilijkheid? Ja, ik denk om met de directe prospect in contact te komen en ze moeten je kennen. Ja goed, Almere is ja, 230.000 inwoners, het groeit en zo. Maar uiteindelijk is het ook een groot dorp, mogen we zo ja. concluderen. Nou nu na, na zes jaar merk ik wel dat uh, uh, meer klanten ons uh, weten te vinden. Dus uh, ja, nu gaat het wel wat langzaam. Zeg maar. We moeten lang adem hebben. Dus, uh, ja. Oké, okay. want ik kwam je ooit een keer tegen ook, uh, bij een borrel van de Oram in uh, Amsterdam. Ja, hè, in ja. Toen zei ik, joh wat doe je hier dan hè, in Amsterdam? Uh, maar goed, zit daar dan makkelijkere klandisie? Is, dat, is daar een verschil tussen, tussen hier uh, en, en Amsterdam... qua hoe men tegenover dit soort dingen staat? Nou, Almere is echt een dorp. Ik zie het echt als een dorp, zeg maar. Hier gaat het wat makkelijker. Ik ben ook echt Almere. zeg maar. Uh, ik woon hier al twaalf uh, jaar. Ja. En, en Amsterdam, ja, ons kent ons ook. Maar goed, daar zit je wel in het WTC, vertelde je net. Ja, maar in de onderaanneming. Oké, okay. oh, zo ja, gaat het dan kan, ook. Ja, mee. dus via-via. Meestal gaat het altijd via-via. Uh, word ik doorverwezen. Nu hebben we ook een uh, nieuwe klant, BOG vastgoedbeheer. Is Almeers vastgoedbeheerder. En dat is ook weer via-via gegaan. Dus uh, meestal via mond op mond reclame. Oké. Okay. Oh, dat is echt weer zo'n. Uh, net zoals bij bouwbedrijven. Dus een soort sub-aannemer en daar is weer een ja, sub-aannemer. Ja, en dan ja, gaat het weer door. Ja, ja. Hey, maar, maar als je het even over personeel hebt, hè? want uh, vandaag de dag zit iedereen te springen om personeel. Uh, wat voor soort personeel heb jij dan? Wat, wat zijn dat voor mensen dan? Want dan denk ik, joh, iedereen zit te wachten op het juiste personeel. En ja. jij roept, uh, nou, opgeteld zijn het een stuk of zeventig of zo. Als ik het even snel op mijn hoofd doe. Ja. Als je iedereen uh, even op een borrel zou neerzetten. Dat zijn er nogal wat. Ja, uh, nogmaals, de zzp's die we hebben, dat is gewoon een flexpool. Hè? Dus dat is niet dat we ze in tijd kunnen oproepen. In diensten beschikbaar zijn. Uh, maar wat voor mensen hebben wij? Echt gastvrije, hospitaliteit. Maar hebben die dan een hospitality opleiding? Of zijn dat gewoon mensen die... Weet je, wat, wat bindt ze dan? Nou, daar, daar zijn we nu mee bezig. Dus we zijn nu bezig met de nieuwe strategie. Hoe gaan we ons nou onderscheiden? Uh, dus daar zijn we nu echt mee bezig om te kijken van oké, okay, waar willen we naartoe? Hoe gaan we ons onderscheiden? En welke cursus certificaten krijgen onze medewerkers nou? Ja, want dat zou natuurlijk wel schelen. Als Johan of ik in de beveiliging wil, en dan, uh, weet je, dan doen we gewoon een cursus bij jou. En dan zeg je, ja, goed, dan mag je de komende twee jaar niet, uh, niet weg. Hè? Want anders ja, dan moet je de cursus ja, terug, ja. als een mooie formule. Je wilt wat vragen, Johan. Ja, ik, ik heb een vraag aan Quincy. Wij, uh, wij hebben ook wel stageplekken bij ons op het bedrijf. En uh, de jongens die doen dan. Uh, de MBO of HBO, uh, bijvoorbeeld integrale veiligheid. En maar voor het MBO weet ik bijvoorbeeld op Deltion in Zwolle. Uh, daar uh, doen ze ook zeg maar uh, opleiding tot beveiliging. Dus ik neem aan, je zou toch ook bij uh, dat soort scholen en dergelijke. Uh, en, en, um, kunnen MBO en te zoeken naar uh, goed goed personeel. En die, die worden ook getraind in, in hospitality en gastvrijheid en, en ook als het moet um, hoe, hoe moeten ze de beveiliging oppakken en, en hoe gedragen ze zich. En die jongelui, die worden dan bijvoorbeeld bij de vlevolpenningen uh, gehalen of wat dan ook, worden die ingezet om bijvoorbeeld uh, de mensen stroom te begeleiden en, en uh, je jas aan te pakken en, en dat soort dingen. Ja, ja het ja. is echt hospitality. Maar heb jij dat soort... Uh... Heb je dat? Kijk je uh, daar ook naar? Dat is eigenlijk nou, draag. we werken al samen met het uh, ROC van Almere en Amsterdam ja. Zuidoost. Dus betreft. daar wel heel wat studenten van uh, maar goed dat we toch meemaken dat het vaak jonge gasten zijn en dat loopt niet altijd hoe wij uh, dat willen uh, die hebben heel veel aandacht nodig maar dat geven wij ook um, maar, maar je bent erg afhankelijk heb bedoel als iemand gewoon denkt van ik word laat ik het zo zeggen kijk wat wat Johan vertelt dat zijn mensen die al dedicated bezig zijn met deze hospitality tak maar je hebt natuurlijk ook gasten die gewoon denken joh ga eens even drie maanden dit doen en als je niet op pas komen ze niet eens uh, Komt niet op tijd, of ze hebben van mijn part nog een avondje gestapt, of uh, nou, dat dus. ze, ze slapen langer dan dat ze werken. Daar, uh, dat zijn lijkt lijk mij issues. Of nou, dat zijn heel, heel erg issues. Uh, ja, heb je geen last van met personeel, toch, Johan? <laughs> Slapende mensen? Of nou, ik, ik, oh. ik je bent wat quintie bezig, maar uh, het is heel herkenbaar. Uh... Nou, ik zie jou een beetje zo knikken en, en glinsteren, dus vandaar dat ik oh, even ja, ik, ook wij <laughs> hebben natuurlijk uh, in onze productie mensen nodig. En uh, het is natuurlijk niet, het is niet makkelijk om om voor voor uh, ja. La, lager gesloten uh, werk om, om daar goed gemotiveerde mensen voor te vinden. En, Um, ja, het, het is gewoon lastig. En we hebben ook een pool van uitzendbureaus waarbij, waar, waarbij we mee werken. En wat wij wel doen is dat mensen op een gegeven moment langer bij ons werken en ze, en, en, en ze bevallen. En, en ze, ze doen ook altijd mee, van dag één in het systeem. Ze zijn, worden gezien als, als een pepersel medewerker Dan nemen ze gewoon in dienst. En, en we hebben dus ook gewoon een hele, hele pool van buitenlandse mensen die gewoon bij ons in vaste loondienst zijn. Maar jullie hebben ook die... interne opleidingen, lijkt mij. Want ja. batterijtjes ja. ontmantelen, dat, dat ja. is niet iets wat je zo doet. Ja. We nee, hebben zeker uh, intern. Heb je een heel uh, traject intern? Heb ja. je ook echt een uh, soort ja. academy-idee bijna? Hebben, nou ja. Nou, ze noemen ze dat tegenwoordig. Ja, maar. ja maar goed, uh, je kunt alles een mooi woord geven, maar het komt er gewoon op neer dat, uh, dat als je bij ons binnenkomt, dan, uh, dan krijg je, je je PBM's, je persoonlijke ja. beschermingsmiddelen en dergelijke. En, uh, en je werkkleding, je werkschoenen. En dan gaan we aan de gang. En dan, dan blijkt toch heel vaak dat uh, als er drie binnenkomen, dat er één overblijft. Okay. Dat, is, dat is tegenwoordig wel de mentaliteit. Dus ik ben het wel met Quincy eens. dat Er loopt veel los buiten. En, um, uh, en ja, uh, zoek maar, pak maar de juiste eruit. Ja. Ja. Hey, ik nog even bij jou, uh, Quincy. Want uh, mensen... Het is lastig hè, om, om de juiste mensen te hebben te behouden, et cetera. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij mensen die freelancers hebt, dat die zeggen, stel je voor dat je bij objectbeveiliging bij Johan zou doen. Dat die zeggen, hé hey Johan, heb je mijn visitekaartje? Want het is, het is, ik heb altijd het idee dat shoppt shopt maar rond. Weet je wel? Dus nou, dat lijkt me heel moeilijk qua business. Nou, het is ook best wel moeilijk. Ik heb het ook al een aantal keer meegemaakt. Uh, gelukkig heb ik trouwe klanten. Dus die geven dat wel aan. Uh, maar het is best wel moeilijk in deze tijd. Uh, onbetrouwbaar. Uh, het maar dat op. kan wel eigenlijk. Als ik, als ik voor jou werk en dan zeg ik. Joh, Johan, hier heb je mijn kaartje. Ja. Alles mag. kan. Het, ja, maar, ja, precies. Maar, um, maar daarom ben je natuurlijk ook bezig met die koers. Wat je zegt. Het onderscheidend vermogen ja. moet omhoog. Anders ja. dan uh, hangt dat. Dan even richting uh, digitaal. Want. Ik zou denken, ja, goed, receptie, snap ik. Maar we hebben ook camera's tegenwoordig. Je hebt sensors, je kunt van alles doen. Ja, um, zover zijn we nog niet. Ik ben uh, wel bezig met de partner om te kijken. wat we nou kunnen implementeren. Als AI, et cetera, uh, wellicht camera's. Dus daar zijn we nog mee bezig. Maar tot zover zijn het alleen maar fysieke diensten. Ja, maar, of zeg je aan de andere kant, juist uh, fysieke mensen. dat is gewoon waar het om draait. En ja. camera's is allemaal leuk. Ja. Maar dat is, ja, dat kan iedereen doen. Ik bedoel, onderscheidende vermogen met camera's lijkt mij redelijk nul. Nou ja, uiteindelijk moet je wel mee met de tijd gaan, hè? Ja, maar dat, dat, dat vergt een flinke investering dan. Ja, uiteraard. Dus ik ben wel aan het kijken van oké, okay, waar kunnen we ons nog op focussen? Uh, maar vooralsnog blijven het fysieke diensten. Dus ik ben nog aan het kijken van oké, okay, nou wat is er wel? En wat gaat het nog kosten, et cetera? Hebben we investeerders nodig? Um, dus, ja, ja. Hoe, hoe kan je dat doen? Zijn daar investeerders bereid Of die zeggen dus van ja goed, beveiligingsbranche dat is zo generiek, weet je? Of misschien moet je bij een horizon zijn? Of, uh, ja, daar heb ik nog geen onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Nu nee. zit een soort van transitiefase, eigenlijk. Ja, eigenlijk. Zo pivot, wel. Zo, ja, zoals ze ja, mooi ja, heet. nog een beetje zoekende van: oké, okay, jongens, waar gaan we nou naartoe? Uh, ik ben nu zes jaar bezig en nu, nu ben ik echt aan het leren. Van, Oké, okay, jongens, um, en na zes jaar, oké, okay, jongen, waar gaan we naartoe? Um, Hoe vaak spreek je die business coach eigenlijk? Even kijken, uh, twee à drie keer per maand. Oh. Nou, dat is best uh, frequent, volgens mij toch? Ja, dat is, ja, want ik wilde net zeggen: van je hebt natuurlijk bij, uh, bij Horizon uh, heb je ook nog het MKB-schakelteam voor kleine MKB, uh, voor begeleiding en ondersteuning. Hè, want uh, ook wij zijn gewoon helemaal niet groot, we hebben gewoon een productie en een aantal mensen kantoor en, en, en we proberen het, het beste te doen. Dat geldt voor Quincy ook. Maar ik weet bijvoorbeeld dat het MKB-schakelteam uh, hier uh, vanuit de Horizon echt, echt wel actief is. En, uh, en ja, dat. Ik vind dat doen we wel mooi in de polder. En, uh, maar goed, als jij al twee, drie keer in de maand met, met je coach spreekt. Dan, dan heb je in feite al bijna hetzelfde, denk ik. Ja, ja maar misschien, ja. Richting, misschien is dat wel een goede tip, inderdaad, van Johan. En... Even dan binnen van peperzil, uh, Want jullie zitten natuurlijk, wat je zegt, ooit met metalen. Vervolgens batterijen, accu's. Uh, ja, ik, ik zou ook kunnen denken: robots of uh, apparaten die dingen ontmantelen. Dat is misschien wel net zo veilig. De inzameling van de batterijen, dat zijn natuurlijk niet de batterijen die we thuis uit de verpakking halen. Die zijn allemaal mooi en nieuw en glad en, uh, en er zit niks aan. De batterijen die bij, ons, die bij ons binnenkomen zijn niet altijd even schoon. Er zit een deuk in. Soms stinken ze uh, omdat ze uit het huisval komen en, en dergelijke. Uh, soms zit er een draadje aan omdat iemand heeft wat ze te vreubelen. Dus met andere woorden, het, het, het lijkt niet op uh, zoals je ze dus in de winkel haalt. Zo komen ze niet terug. Uh, gros wel, maar uh, het, het, wat ertussen zit niet. En daardoor maakt het complex. Dus uh, handmatig sorteren zal altijd uh, voor een deel aanwezig blijven. Uh, desalniettemin heb je totaal gelijk. Wij zijn op dit moment gegroeid van uh, 2000 ton in, in, tweede, uh, in, zeg maar in 2000 naar uh, nu. Uh, dit jaar bijna 5000 ton batterijen die we moeten sorteren. Dus dat is uh, meer dan een verdubbeling. En wij kijken op dit moment, en toevallig in, uh, ook in Italië ervoor geweest, we gaan binnenkort naar Duitsland. We kijken op dit moment wel naar technologie om um, dus automatische sortering te gaan doen. Waarbij we niet de, me, de mensen die we hebben uh, eruit gaan doen. Maar we hebben gewoon zoveel. Aanbod van materiaal en ook het onschijnend vermogen wat we daarmee kunnen creëren, uh, weer vergroten naar de toekomst toe, zijn we ook aan het kijken naar uh, een stukje automatisering in de sortering. Met behulp van, uh, van röntgen, uh, detectie en met luchtschieten en dat soort dingen allemaal. Dus zeg maar een soort robotachtige uh, um, oplossing achter het signaleren van wat voor type batterij is het. En dat, uh, nou, daar zijn we eigenlijk best heel actief mee, want dat moet, uh, dat moet eigenlijk dit jaar klaar. Nou, van de overheid of uh, voor je eigen planning? Voor onze eigen planning, om dus onze verplichtingen naar de producentenorganisaties toe waarvoor we werken. te kunnen blijven voldoen op het level van, van kwaliteitsniveau. wat wij gewend zijn uh, te, te geven, natuurlijk, uh, in al die jaren. Best lastig eigenlijk. Hè, dat je, ik zei aan het begin van, van, van een. Uh... Een kleine knoopcel tot aan de onderzeeën. Hoe groot is de batterij van de onderzee eigenlijk? Want... Nou, de groot is dus. Um, je hebt bij ons in de. Kun, nee, hij was niet bij ons, hè? Nee, maar hij staat bij ons in de receptie erin. En die zijn uh, ongeveer uh, iets, iets hoger als een meter. En ze zijn 30 bij 30 uh, centimeter. En wegen ongeveer 700, 750 kilo uh, per stuk. Oh ja, oh, nou die neem je niet zo mee. Maar, nee, goed, maar we... de normale batterijtjes wat bij ons gesorteerd wordt... is tot en met fietsenaccu, uh, met tot en met 3 dus kilo. Dus van een knoopcel tot en met 3 kilo... wordt bij ons volledig gesorteerd op chemie. Ja. En op chemie bedoel ik dus... Uh, alle lithiumbatterijen met een bepaald type bij elkaar... alle nickel-cadmium bij elkaar, alle nikkel-metalen drieën, alle alkaline-batterijtjes bij elkaar... alle verschillende knoopcelletjes van qua soort bij elkaar. En dan dat op transport naar recyclefabrieken. Dat gebeurt volledig in Lelystad. En daar gaan we, is de bedoeling... een, een groot stuk van automatiseren in de, in de komende tijd. Mm -hmm. Met als doel om naar de toekomst klaar te zijn. En, en niet als doel om die mensen die nu bij ons werken... zeg maar uh, er weer uit te gooien. Want we hebben gewoon die mensen die bij ons nu werken... keihard nodig om naar de toekomst toe de groei... We ja. kunnen blijven performen zoals we dat nu doen. Ja, maar je hebt wel uh, ondertussen zijn ook wel dingen gedigitaliseerd, neem ik aan in het proces dat je met tablets of zo werkt. Of, uh... je zeker barcode dingen. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. Jij nog plannen met uh, innovatieve dingen behalve een camera? Dat je zegt, nou ik heb iets uh, bedacht. Nee, vooralsnog niet. Nee. Nee, nee, en, uh, nee, dat nee. nee. De fase. Echt uh, zoekende erin. Ja, hey, maar dan even uh, tot slot uh, richting het einde van het programma vraag ik altijd even: als je één dag de baas van Ondernemen Nederland mag zijn. Nou. Mocht je nog ambities hebben voor een ministerpost, kan je je melden. Her en der. Maar wat zou je doen, Quincy? Ik denk dat ik het belast, belastingdruk wel zou willen verlagen. Want je vindt het te veel? Um, Als ondernemer? Ja, ja. Ik, ik kom even, uh, kan even niet zeggen waarom. maar ik denk dat ik het belastingdruk zou willen verlagen. Je hebt geen last van veel administratieve romslomp. Ik denk dat we daar bij Johan, dat dat nummer één wordt. Toch? Ik zat al van... Uh, nou, waar, vraag hem maar aan mij. Want, uh, ja. <laughs> maar wat regeldruk, regeldruk. Ondernemers. In uh, en, en zijn algemeenheid. Dat geldt ook voor, ook voor het vakgebied waar Quincy in opereert. Maar de in zijn algemeenheid de regeldruk. En, en natuurlijk achter de regeldruk... komt, uh, komt de, hele, uh, uh, de, uh, de hele belasting gebeuren. En, 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 en dergelijke komt er achteraan. Maar de regeldruk in de zin van... waar moet je allemaal aan voldoen En uh, als je een pand gaat bouwen dan moet je ineens ARIUS berekeningen stikstofberekeningen gaan aanleveren en dergelijke. En uh, je, er, is, er is op dit moment geen energie. Als je niet oppast heb je geen wateraansluiting... want uh, de, de waterpompen gebruiken te veel energie en die energie is er niet. Dus de, de complexiteit op dit moment van het ondernemen is, is dermate groot. En dan, dan, dan komt er ook vanuit Den Haag nog al, al van alles op je dak. Ik denk dat daarin... Een, ja, ik zeg dat met enigszins plastisch. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... dat is de regeldruk in zijn algemeenheid. En zeker de controlefunctie die de overheid wil hebben... dat dat kan wel wat minder. Ja, we zijn op heel veel plekken plek ook doorgeschoten, denk ik. Hè? Met wat allemaal wel niet mag. Ja. Maar goed, jij zwaait eind dit jaar af. Dan ga je kijken wat je dan gaat bijdragen aan het bedrijf. En nog andere plannen dan dit, dit bedrijf... dat je al bedacht hebt naar gaan... Van Mijp weinig Wijngaard in Frankrijk beginnen Ardenau? Nou, nee, ik heb... Ik participeer nog in, in, in een ander bedrijf waarbij wij dus zeg maar de veiligheidsoplossingen die wij uh, hebben voor opslag van batterijen en blussystemen die er zijn om batterijbranden te blussen. En dat is natuurlijk ook een, een thema waar heel Nederland last van heeft. Um, daar hebben wij oplossingen voor en ik participeer in dat bedrijf. in. wij leveren dat soort oplossingen tegenwoordig uh, binnen en buiten Europa bijna, zou ik willen zeggen. Dus daar, daar ga ik wat meer energie, uh, energie in stoppen. En uh, dat is ook om de hoek bij mij in Zenwolde. Nou, dus, uh, ja, lekker. Ja. Nou, Quincy, ik, ik hoor nog een takje van sport eigenlijk. Dan ja. zit ik te denken, nee, maar het, het adviseren van... Nou, je kunt iets beveiligen, maar je kunt natuurlijk ook gaan adviseren... Hè, zonder dat je allerlei camera's hoeft op te hangen... van hoe je iets beter kan beveiligen, qua gewoon van ja. brand tot... Ja. Nou ja, we zijn bezig met de ISO-norm... En onze consulent, die daarmee gaan we ook samenwerken. En die gaat dan uiteindelijk adviesgesprekken geven aan klanten. Dus zo proberen we te kijken hoe we dat vorm gaan geven. Ja, want dan kan je nog wel... Maar goed, je moet inderdaad wel onderscheidend genoeg zijn ja. in een niche natuurlijk. Ja. En uh, all right. Ja. Nou heren, uh, hartelijk dank voor dit uh, prettige gesprek. Uh, ja, ik zie wel heel veel overeenkomsten tussen jullie twee. Dat ja, is grappig. Dus nou ja, goed. Uh, ik spreek je over twintig jaar weer, uh, ja. Quincy, ja. zullen we zeggen. Als je de boel verkocht hebt aan een, uh, aan een ander bedrijf of zo. I don't know. Ja. Uh, hartelijk dank, uh, Johan van Peperzeel, Managing Director bij Van Peperzeel. En Quincy Spier, uh, directeur van uh, Born Secure. Hartelijk dank. Succes Dankjewel. de komende periode ook. Dus uh, jij bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Flevoland in Business. Iedere uh, aflevering kan je bekijken of beluisteren via de EasyFM-app. Almere TV, Almere Radio. Het ondernemersplatform hier in Almere. Uh, het kan Almere en de video- en de podcastplatform natuurlijk. Ik zie je graag volgende week weer. Heel veel succes.